Kijk hier dit. Dit bedrijf. Ja. De kinderen. Meneer André, wat voor allemaal kinderen doen? Ik kan allemaal kinderen doen. Maar dat heb ik niet hoor. Want eerst heb ik al een hond gehad en katten. Want dat mocht eigenlijk niet zo kort aan de straat staan. Want die centen die hebben dat aangenomen en zeiden, wat ze verrekken, ze centen, we spaaien aan. Dan had je wel eens een keer kunnen zeggen, ik mag niet meer komen of hoe of zo. Met die post, kwam de post wat een keer met de, hoe noemen ze dat? Ja, met zijn bus. Ja. Ja, daar kunnen niks aan doen. Nee, dat was gewoon mijn hulp. Ja. Ja, daar hebben we niet over gepraat. Nee. Bedankt waar, of een fooi. Nu zeg ik het woord op een man kut. Nu heb ik het woord. Stroot voor dank. Stroot voor dank, ja. Ja, kijk, ik kon je zeggen. Ja, dat was gewoon mijn hulp. Ja. Teun, jij bent 92 jaar. Ja. En je hebt hier altijd gewoond. Ja. Hoe komt dat? Wat weet je? Hoe komt dat je altijd hier hebt gewoond? Ja, daar kan ik niks op zeggen. Nee. Ja, dan 3 of 4 jaar in het leger geweest, hoor. Ja, ja. Ja. Ja, 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 dan was je hier niet. Nee, dan was ik. Jouw ouders woonden ook hier. Ja, die woonden ook hier. Ja. Maar die komen eigenlijk van Beerzut, hoor. Ja. Ja, kijk. En jij had geen broers en zussen? Nee, geen. Nee. Nee. Ik ben eenling, hoor. Ja, je bent eenling. Ja, ja. En je hebt hier ook lang alleen gewoond, want jouw ouders die zijn al een poos geleden overleden. Ja, ja. Ja, ja, ja. Wie was de eerste? Je vader of je moeder? Moeder. Moeder. Ja. Dus toen bleven er 2 mannen, ja, jij met je vader hier zitten. Ja. Ging dat ook? Ja, dat ging ook. Toen deed ik het, ja, het huiswerk en op de boerderij. Ja. Ik scheidde om 11 uur en op, dan ging ik koken. Ja, en dan, ja, zo verder de boerderij bedoelen, ja, kan maar zeggen. En ben je werken nog. Ja. Overal inval, bedrijfshulp, ja, dat, ja. Dat werken, was er allemaal ook bij boeren, op boerderijen? Ja, allemaal boerderijen. Ja. Ja, allemaal boerderijen. En mijn vrouw in de, links en rechts in de huishouding. Ja. Overal onverwachts baby's geboren werden. S'nachts of zo. Ja, bijspringen. Bijspringen. Ja. Dus, want jij had ondertussen Jana leren kennen. En ja, daar ben je mee getrouwd. Ja. En jullie gingen samen nog uitwerken elders dan. Ja, als er vroeg was, dan weer er ook. Ja, bijgesprongen zou ik maar zeggen. Ja, ja, nu zie ik het woord op mijn man kut. Maar dat was veel in die tijd dan? Ja, dat was in een tijd, ja, dat is. Ja. Nu zeg ik het woord, Stroot voor dank. Stroot voor dank, ja. Ja, kijk, kon je zeggen. Ja. Hoezo dat je weinig verdiende? Ja, dat was gewoon mijn hulp. Ja. Oh, daar hebben we niet over gepraat. Nee. Bedankt waar, of een fooi. Ja, kijk. Sorry. Dat was gewoon hulp. Ja. Ja. En hebben jullie ook ooit hulp gehad? Nee, mijn oude, mijn moeder deed toen hier nog koken. Kijk, en ja, dat werkte zo nog verder op. Ja. Ja. En heb je nou hulp dan? Want nou ben je 92, je woont alleen. Ja. Heb je nou hulp? Nu? Ja, nu kreeg ik hulp van de, ja, ik weet, van de bijstand of van de gemeente. En daar zitten een hoop van gebonden. Ja. Een hoop van gebonden. Ja. Want die hulp kun je wel gebruiken. Wat ben je? Die hulp kun je wel gebruiken, dat er iemand komt poetsen. Ja, je kunt poetsen en. Ja. En hij heeft ook moeite mee gehad, die ook boodschappen met mij. Maar die anderen hebben pas van allemaal kinderen doen, die kunnen allemaal kinderen doen. Maar dat heb ik niet hoor. Nee. Ja, dan kun je ook niet allemaal willen geven mijn, naar de winkel gaan of zo. Nee, dat is. Nee. Maar ja, nu heb ik een hulp, die kent niemand niet.
Ja, dat is... Ja. Die anderen hebben allemaal kinderen en familie en zo. Ja. Springen allemaal bij. Oh, dat is mijn zus wel. Of die of die. Maar als je alleen zit, is dat niet waar. Nee. Dat heb ik eens in de krant gelezen. Die mensen was ook maar alleen. Ja. Die had contact met de post. Heb ik ook gehad, lang. Was hier een postbode, een vrouwelijke. Ja, kwam met een scooter, draaide zo mooi hem, stok de hand. Als ik daar was, een prootje ermee. Onverwachts weg. Ja. Dat gewoon de vuurde. Had je wel eens een keer kunnen zeggen, ik mag niet meer komen of hoe of zo. Met die post. Kwam de post wat een keer. Met de, hoe noem ze dat? Ja, met zo'n bus. Ja. Ja, daar kunnen we niks aan doen. Nee. Je vindt het wel fijn om af en toe eens te kunnen buurten. Die post, ik kwam met een schoot, die reed erin, stok ze daar aan, hoor, een prootje mogen, of weg. Ja, ja maar net een keer weg. Ja, dat gaat de vuile. Ja. Dat heb ik ook gelezen in de krant, die mensen had zuur samen als ik. Die had je ook contact met de postboden en zo. Ook een keer weg, ja. Ja, maar je komen wel mensen langs, hè? Ondanks, ja, je zit hier ja, in het gebied, maar... Die hier langs komen zien ook vreemde mensen. Ja. Ja, daar heb ik geen behoefte aan. En, dat zijn allemaal vreemde mensen die hierheen komen lopen, ja. Ja, dat is... Ja, buurlui wonen ook allemaal anders. Dat zijn mijn hulp ook al. Daar in de winkel ook, ik zeg toch altijd goedemorgen tegen... Mijn hulp dan tegen die mensen. Daar zijn niet meer niks tegen. Waar zijn die mee bezig? Ik zeg, zijn die mee bezig? Hoe zou ik die mensen met een mooie brood wegkrijgen? Ja. En ja. De kerk? Kom je de kerk? Nee, niet meer. Niet meer? Nee, wat moet ik zo zeggen? Zo mensen als ik kom er ook niet meer niet. Nee, dat is... en dan kan ik op de televisie, kan ik er mis ook mee zien. Ja, wat is kun jij nog wel fietsen bijvoorbeeld? Of? Ja, eigenlijk. Ik heb het lang niet meer gedaan. Wat moet er nog naartoe? Ja, wat moet er naartoe? Eerst is ik in de meer door de stad rond. Maar dat zie ik ook afgegaan. Dat sprouwden ze me ook af. Dat ik dat niet meer moest doen. Vanwege dat het er zijn eigen ook in een opgehangen daar in een keer hierachter. Achter gaan over, zullen we zeggen. Ja, niet dat ik daar bang van zien of... Nee, toch liever niet? Nou, daar geef ik niks in. Nee. Ja, daar kan ik niks op zeggen. Dat is... Nee, daar houden ze me niet aan. Kijk, ja, dat is... Ja. Nee, dat kan ik me voorstellen, ja. En dan ben je getrouwd met Jana. Ja. Maar Jana, net nog even gezien op de schoorsteenmantel... Die is al 9 jaar geleden overleden, hè? Ja. Ja. En toen, ja. Ja, ik meen ik dan nog eens een foto ja. Ja, dat is Jana. Ja, dat is Jana. Oh ja. En die is 5 december, zag ik net, is die 9 jaar geleden. Ja. Is die en toen, eerst zat je met je ouders. Ja. En toen later met Jana. En toen zat er alleen. Toen Jana overleden is. Ja. Ja, dat was ja. Maar... Dat ging wel. Dat was toch wel anders, denk ik, hè? Ja, ik moet er gewoon van plakken zien hoe dat allemaal gegaan is. Ja, eerst met mijn ouders en toen... Ja, Jan de zus had toen gedaan. Toen was ik in de wei aan het melken en zei Jan... Vader die riep tegen me te komen. En toen zei hij zei nog zo, ik ga je doen wat. Ja, kijk. Ja. En hij was eigenlijk gezond? Ja, dat is... Zij had goed ingegaan. Ja. Ja, met wat pillen en met een drankje of zo. Ja. Nou, kijk, daar heb ik geen klauwen over, maar in ieder geval... Ik heb alleen nog klauwen over de administratie. Dat is hopeloos. Dat is hopeloos. Daar komt zo'n nieuwe op af. Ja. Die mensen die in de mens van 90 jaar, dat hij dan nog kan, ja. Die eerst 40 is geweest. Ja. Ja. Ja, als dan iemand, toen vader overleed bedoelde jij, toen, ja. En hoe is dat nou voor jou, de administratie? Ja, dat is ook hopeloos. Oh, heb je daar iemand voor?
Heb je daar iemand voor? Die ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat kan ik eigenlijk niet goed uitdrukken. Dat is... Ja, hoe moet ik dat iemand zeggen? Iemand die daarbij houdt voor jou of... Ja, eerst een boekhouder, maar dat slaapt allemaal af. De, oh. Dat denken, ja, ja, doe maar heen, doe maar heen. Ja. Ja. Ja, dat is hopeloos. Dat is hopeloos. Zo'n boekhouder, maar die ja, kan jou heb... eigenlijk helpen, die kan jou helpen. Hè? De boekhouder kan jou helpen. Ja, eerst heb ik een hoge hof gehad, maar is er een ander bege gekomen, dat, ja. Dat is allemaal... Ja, hoe moet ik zeggen, jeugd is jeugd en dat is... ja, ja, dat is... ja. Indië, hè? Ja. Ben je 4 jaar geweest? Ja, ja. Ja. Dat Jan Grammans heeft er eens werk van gemaakt. Dat Jan over wil eerst verdoen en wil die militairen hebben nooit niks voor gedaan. Ja. Daar wist je niks af. Dat was schampers toen er nog. Ja. Maar je mocht niet denken dat Jan die was goed bij. Ken je Jan? Ja. Okay. Ja, Jan was goed bij. Dus Jan, jullie willen alles oprichten, maar we hebben niet misschien kat of niks. En daar heeft hij er werk van maken. Ja, toen is mijn dat Schampers dat er nog is geweest. Die heeft er wel werk van gemaakt. En dan zal ik eens proberen, Jan, of dat ik de Rabobank niet een beetje los kan krijgen, om hem aan de gang te krijgen. En toen zijn we elk jaar bij een heksenbom geweest. Ja. Maar voor niks. Voor niks, dat Jan, hoor. Ja, we zijn voor niks. En dan zou je de gemeente zonder moeten doen en dan zou je de Rabobank die ook eens aan de buik trekken en die deed dan ook, want kregen we een keer in de middag bij een heksenbom in de middag, ja, hoe noemen ze dat? Ja, in een gezellige tijd, zeg maar zeggen. Al die oud-Indiegangers die dan mee wilden doen, ja, maar mag niet. Ja. Maar het mag niks kosten, dus ja. Ja, kijk, en daar is het ook geweest. Maar toen waren er steeds minder, hè? Die Indië gaan. Ja, ja. Toen je Sjang, ja, het misschien hard wordt. Pietje knielde van halfweg. Ja, die liep al het vuur over. Hij had een dokter, hij moest met een stok lopen. Dat hij rechter liep. Zijn hart zat er niet gekneld. Ja, kijk, en. Ja, toen Sjang die zei, Sjang zat op operatie te wachten en... God, die nam de rieken vast nog iets in die geweest. Maar in ieder geval, ja, allemaal van mensen, het bestuur zou ik maar zeggen, ja... Of hangen er wel. Ja, kijk, en toen hebben ze gezegd, is dat goed dat we stoppen? En dan stoppen. Maar toen zei die rooimakers van het viaduct, we willen doorgaan. En de Sjang die zei een vrouw, we hebben gezegd stoppen en we stoppen. Al goed. Dit en toen was het af hoor. Ja. Maar toen de laatste keer, dat was bij de heksenbom ook goed. En de Sjang die vrouw, hier zijn nog mensen, dan kreeg je ook al een maaltijd hoor. En de Sjang vrouw, hier zijn nog mensen die van de eerste keer nog niks gehad hebben. Hoe kan dat? Ja, toen zei ik zal zorgen dat er nog ook, ja, smeet hij dan een beetje van die koude ries nog neer, dat hij nog overhouden. Ziet wat, dat was de laatste, ja. Dat was de laatste keer, jong. Ja, ja, toen, anders dan vullen ze ook altijd die maaltijd, of, nou, hoe moet ik dat zeggen, ja, een beetje losgrijd, ja. Dat je nog kon halen, maar dat was er niet, hoor. Ja. Hij dacht, dat was een beetje een heksenbom, dacht een heksenbom toch voor de laatste keer toe, man. Ja. Maar toen zat jij in Indië. Ja. En het kon hier allemaal doorgaan dan. Wat ben je? Met jouw ouders. Konden die hier verder wel vooruit zonder jouw hulp? Ja, dat weet ik niet. Dat was allemaal met beetje gesproken. Daar durf ik geen woord op te zeggen. Daar, ja. Daar is niet over gesproken. Zo was, ja, dat is. Ja, kijk. En dan thuis kreeg ik elke mond mee. Een beetje beschreven hoe dat hij nou. Ja, in de gemeente ging, zo moet ik dat zeggen. Ja, dat is. Ja, dat is Jan Rammers, heeft er toen werk van gemaakt. Dus Jan, die jongens zijn 3 jaar gewoond, heen geweest. En nooit niks van de gemeente, niks gehoord. Ja, daar kon Jan niks op zeggen. En toen is Jan, die zat ook in het bestuur en die heeft dat ook eens waargemaakt. En dat was de Schampers nog, maar dat mag niks kosten, dus Jan.
Ja, kijk, en zo heb ik dat gedroogd. Ja. Kijk hier, dit bedrijf. Ja. Kijk maar. Kom zo binnen. Ja, moet wel. Ja. Leggen ze nog dagelijks? Ja, nog wel. Ja. Dat is ook al wel. En die peuzelden zelf op zeker? Die eten, huh? Die eten zelf op? Ja, de hulp neemt ze met en... Ja, dat... Zie je, deze man is ook wel opgespeurd. Ja. Waar komt die vos dan binnen? He? Als hier een vos komt, zien kijk. Ja, eens kijken. Die is buiten gevangen. Ja, buiten, ja. Buiten, ja, kijk. Ja, die had uit de kooi gehaald. Toen maakte ik het hennegat niet dicht. Ziet hij ze uit de kooi gehaald? Ja, uit de kooi. Ja. Oh ja, over de gazen. Ja. Nu maak ik het hennegat zo dicht, hoor. Ja. Dan komen ze niet meer buiten. Mogen die afschieten, de vos? Wat? Maar mogen die afschieten? Ja, daar durf ik niks van te zeggen, dat weet ik niet. Nee. Kan ik niet over oordelen. Gaan we weer terug. Dak. Dat is nog nieuw? Ja. Ze zitten denk ik een jaar of vier op nou. Ja, eerst waren de pannen en... Ja, dat moet ik ervan zeggen. Ja, daar lagen eerst pannen op. Ja, kijk en... Ja, moet ik ervan zeggen. Het lijkt er nog nergens niet, maar in ieder geval... ja, hebben we gewoon pannen op... Of platen opgelegd. Ja. Ja. En dit laat het liggen? Wat bedoel je? Dit laat het liggen? Ja, dat is niet anders dan gehoord wordt. Ja, vervallen, ja. Dat... Ja, we vervallen ook. En, ja, en eerst lang je pannen op, heb ik de platen opgelegd, ja. Ja, hier ben ik geboren. 27. 1927, ja. En het eerste kindje is doodgeboren, die was dan 26. Van mijn ouders dan. Ja. Eerst stond dat huis veel hoger was. Ja, de negen is veel hoger gekomen als dat. Ja, dat... Ja. Wat is? Weet ik wanneer dit huis gebouwd is? In 60. Want dan mocht ik niet zo kort aan de straat staan. Want die centen die hebben dat aangenomen en zeiden, wat ze verrekken ze centen, we sparen aan. Wat als de sterren bouwen ze niet meer. Ziet, en toen hebben we dat, ziet, anders hadden we dat hier niet aan mogen zetten. Dat mocht niet meer zo groot aan de openbare weg staan. Zo was dat toen dat ziet. Ja. Maar had je hier nog ooit hulp voor nodig voor een huis als er iets gebeurd is of zo? Of, Hoezo? Ja, dat er een bom opwaait of zoiets. Ja, verzekering, ja, dat wordt, ja. Maar of dat de buren ergens mee helpen of zo? Of, Nee. Kan ik niks op zeggen, dat is... Nee, dat is, ja.
Oh, die voordat hij naar de Noorders gemaakt. Ja. Nou, Piet van Eyck is ook pas overleden. Ja. Ja, dat. Ja, ja. Dat was een jaar ouder, dacht ik. Ja, dat was 95 jaar. Ja, ja. Dat is een paar jaar ouder. Ja. Ja. Je hebt mijn... Nou, heb ik er geen meer, maar je hebt vroeger mijn heil nog gekomen toen ze bij ons werkte. Of okay. Toen bij Avond op de Verloren Hoek werkte, Jana, hè. Bij ons gewerkt. Oh, ja, ja, ja. Dat was bang voor, hè. Ja. Ja, we kwamen ook altijd in de winter dan een keer buurt bij jullie. Ja, 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 ja. Ja, op de boerderij, dat wil zeggen. Ja, ja. Oh, de moeder liep wel toe. Ja, die liep wel goed. Ja. Ja, dat kwam al een jaar in een keer. En dan zei onze papa, je moet recht lopen. Maar dat kon zo eens niet. Ja. Nee. Nee, dat weet ik. Recht lopen. Want ik weet nog dat toen we over nog zei, toen had jullie daar iets te maken binnen een timmerman. Ja. Weet het, hè? Ja, nee, maar vertel maar. Ja, binnen een timmerman had je nooit geen rekening van gehad. Toen had je vader een keer gezegd, jij had bij ons iets gemaakt. En er is nooit geen rekening van gebeurd. Ja. Dat weet ik zeker, zei ze. Maar dan hadden die rekening, hadden jullie vader in de brievenbusje gedaan, in het huis. Ja, in het huis. Ja. Maar toen hadden jullie ook een groenbus gekregen. Oh ja. Oh ja. Maar daar had ik nooit in gekeken. Oh, ja. Maar die rekening zat toch in de bus? Ja. In de bus van het huis. Ja, ja, ja. In de muur. Ja. Ja. Oh, dat kwamen we elk jaar een keer in de winter dan bij jullie. Ja. Ja. Maar die hebben allemaal Jan Hogeveen net ook bij ons werk. Kort. Ja, ja. Kort heel lang. Ja, ja, ja. Ik kan het ook zeggen. De koning en slakken op bij het huis op de kar laaien. Ja. En ging hem op de kar zitten, op de kar onderin zitten. Ja. En Peert wist waar hij naartoe moest. Ja. En dan ging hij door zaaien. Ja, ja, ja. Toen was het oude noord, toen was het in de gemeente rood. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Die was veel uit huis. Ja. 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 Jij hebt er ook wel eens gezegd, ja, al mijn leeftijdsgenoten. Die vallen weg. Ja, ja. Nou, dat is. Van mijn klas blijft niet meer, denk ik. Nee, hier al eerst al snurken van de pijlkant, maar die weet ook niet meer wie die gebleven is. Nee, dat is. Dat is. Ja. Ik heb jou ook ooit iets horen zeggen over Rooien Driek van de viaduct. Ja, 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 ja. Was het ook een leeftijdsgenoot? Ja, dat kan ik niet zeggen. Ik weet niet waar die afkwam. Ja, die was tegenwoordiger van Hendrik van de Kuiver, zou ik maar zeggen. Want die woonde daar aan de, hoe heet dat daar, aan de Brugstraat, dacht ik daar, op Plouwen en bij de viaduct daar. Ja. Want die heeft er ook eigenlijk een boerderij, ja, die zit ook in de veer. Hoe heet die op een Rooien Driek of zoiets? Ja, Rooien Driek zijn de ooit, of Rooien. Ja, 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 Rooien Driek. Hij heeft Rooieur. Ja, ja. Rooieur. Ja, Rooieur, daarom zijn die Rooien Driek. Ja, ja, ja. Rooien Jan. Ja, ja. Ja, die woont er ook op zo'n boerderij. Die had ook al een beetje veer te lopen. Ja. Hij was gelukkig directeur van de Kuiver. Oh. Ja, of dat weet ik wel zeker.